Op zaterdag 16 maart werden hier aan de Grote Wielen in Amstelveen rond 12 uur 's middags een 55-jarige man en zijn 17-jarige dochter voor hun woning neergeschoten door twee mannen. Wij doen sinds zaterdag uitgebreid onderzoek om erachter te komen wie hier op klaarlichte dag in deze woonwijk hebben geschoten. Wij weten inmiddels meer over de daders en we hebben jouw hulp nodig bij dit onderzoek. De twee slachtoffers hebben geluk gehad, want zij raakten alleen licht gewond en hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Ze verblijven niet meer in hun woning aan de Grote Wielen. Na het schieten zijn de daders in een auto gestapt, mogelijk bestuurd door een derde persoon. Ze zijn de Grote Wielen uitgereden via de Marshallsingel richting de Assering. Vanaf daar is hun vluchtroute onbekend. De daders hebben vermoedelijk gebruik gemaakt van een zwarte 5-deurs Renault Megane, een Renault Captur of een daarop gelijkend model. Onze rechercheurs willen graag spreken met mensen die deze auto op zaterdag 16 maart rond 12 uur in de omgeving hebben gezien. Naast onze vraag over de vluchtauto willen wij graag spreken met getuigen en met mensen die de beschikking hebben over beveiligingscamera's of dashcams. Wij willen namelijk graag weten of er op die beelden mogelijk iets belangrijks is vastgelegd. Ook zouden we graag willen spreken met mensen die voorafgaand aan het schietincident mogelijk hier in de wijk iets is opgevallen, of met mensen die meer weten over de achtergronden van dit incident. Wij hebben jouw hulp heel hard nodig bij dit onderzoek, dus laat het vooral weten als jij informatie hebt.